De 21-jarige Braziliaan wordt in verband gebracht met verschillende Europese topclubs, waaronder Arsenal en Tottenham Hotspur. Een overgang naar Bayern lijkt niet tot de mogelijkheden behoren, aangezien trainer Jupp Heynckes een transfer in zomer leek uit te sluiten. Ik heb hem nog nooit zien spelen, daarom kan ik geen mening over hem geven, zei Heynckes eerder deze week. Ik denk niet dat hier interesse is. Hij komt altijd in de etalage te staan, maar niemand gaat echt achter hem aan. Malcolm, sinds januari 2016 voor Bordeaux speelt, ziet een stap naar de Bundesliga echter wel zitten. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en het zou een droom zijn om daar ooit te spelen, zegt hij tegen Sky. Maakt me gelukkig dat ze aan mij denken. Ik zal hard blijven werken om te verbeteren en, wie weet, wordt een transfer naar München binnenkort werkelijkheid. Gevraagd of hij van plan is om de Franse club te verlaten, reageert de Braziliaan, ik denk dat het zover is. Ik heb hier goed gewerkt en ik ben Bordeaux dankbaar. Maar ik heb een nieuwe uitdaging nodig en heb nieuwe doelen. Arsenal probeerde in januari de linkspoot over te nemen, maar trok de stekker uit een transfer. Malcolm ziet de Premier League ook wel zitten. De Premier League is ook een zeer interessante optie. Ik leerde de taal snel, had geen grote problemen. Frans was veel moeilijker, dus in Engeland zou het goed moeten gaan. Maar uiteindelijk kan ik overal integreren.